We zijn in Druten. Deze drie mannen lopen op de Hoge Straat. Ze lopen langs de juwelier en een paar seconden later langs het slachtoffer. Dan draait een man zich om en wacht even. Pas als het slachtoffer wil vertrekken, komt hij in actie. Zonder dat de oudere dame het doorheeft, steekt de man zijn arm in de fietstas en weet zo de tas te stelen. Op zijn gemak loopt hij terug naar de andere. Diezelfde dag wordt er meerdere keren contactloos betaald met de pinpas van het slachtoffer. Ik had op 30 juni mijn horloge kapot. Toen zei mijn man, ik ga dan een nieuwe halen, want ik heb altijd een horloge op. En ik ben daar de winkel in en uit geweest, ik was zo klaar. En ik rijd naar huis en ik wil daar de huissleutels pakken. En dan kom ik erachter dat ik mijn tas kwijt ben. Je gelooft het niet, ik zat het klokje op mijn fiets te doen. En achter mijn gresje zit de tas uit mijn fietstas. Nou, je houdt het niet voor mogelijk zo snel dat ik gegaan moet hebben. Het rammeland die je daarna allemaal hebt, dat wil je niet weten. Ik ben er nu weer een beetje overheen, want er is nu 3 maanden overheen gegaan. Maar met mijn man doet het nog heel veel. Ja, ik was echt boos als ze voor me gestaan en hadden ze allemaal een flinke hijs gekregen, denk ik. Maar ja, ik snap er echt nog helemaal niks van. Als ik nou bij mijn fiets sta, dan kijk ik eerst wel 3 keer op en neer van... staat er iemand bij me of is er iemand in de buurt? Nou ja, en voor de rest in het begin even slecht slapen. Want dan denk je bij jezelf, verdorie, ga werken voor je geld. Dat hebben wij toch ook altijd gemoeten? Ja, je bent toch een stuk vertrouwen helemaal kwijt. En dan moet je groeien, dat. 8 dagen eerder zijn 2 van de mannen ook al te zien. Dit keer in Malden, in gezelschap van vermoedelijk een andere man. Ze lopen dicht achter hun slachtoffer aan... En wederom pakt een van de mannen de portemonnee van het slachtoffer uit haar tas. Het slachtoffer lijkt wat te voelen, kijkt in de tas en om haar heen, maar ziet niet dat er wat gestolen is. Vervolgens doen de mannen alsof er niets aan de hand is en lopen ze weg. Jennifer, allereerst welkom. Ja, bij beide zaken is de diefstal goed te zien. En ook 2 van de mannen die steeds terugkomen. Maar van de 3e zijn jullie niet zeker of het om dezelfde man gaat. Nee, dat klopt. Er is een grote kans dat het hier gaat om mobiel banditisme. En dat deze groep mannen steeds in wisselende samenwerking dit soort diefstallen plegen. Nou, je zag het al, het zijn ontzettend brutale diefstallen. Je ziet op de beelden dat de mannen op een heel geheide manier de portemonnee en de tas weten te bemachtigen. En de slachtoffers die hebben niks door. Dit soort zaken komen steeds vaker bij jullie voor. Wat kan je hier nou tegen doen? Nou, het belangrijkste is om zo min mogelijk waardevolle spullen mee te nemen. En als je dat toch wel doet, stop die dan goed weg en uit het zicht. Een tas draag je zoveel mogelijk voor je. En sluit deze ook goed af met de sluiting naar het lichaam. Draag geen portemonnee of telefoon in de achterzak. Want nou ja, daar vallen ze op en dan worden ze eenvoudig gestolen. En zorg ook voor een app op je telefoon die de locatie kan doorgeven bij diefstal of verlies. Kijk nog even goed naar deze mannen. Als u weet wie dit zijn, laat het de politie weten. 0800 60 70, dat is de gratis tiplijn van de politie. Anoniem melden kan natuurlijk ook via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.